Hartelijk welkom, mensen, weer allemaal in deze eredienst op deze Sabbatmorgen. Gezegende Sabbat allemaal toegewenst. Ook een gezegende week toegewenst voor die mensen die thuis studeren natuurlijk. Ontzettend belangrijk dat we Gods woord onderzoeken. Maakt niet uit op welke dag we dat doen, maar in het bijzonder natuurlijk op deze Sabbatdag. We willen weer gaan zingen met z'n allen. En we hebben weer een psalm uitgekozen. En dat is psalm 50. Psalm 50. En daarvan het eerste vers. Der goden God verheft zijn stem met macht. Dat gaat gebeuren. Eerst het rondborstige getuigenis. Schudding binnen Gods volk. En daarna de luide roep. En het roept deze aard. Van waar de zon met pracht in het oosten reist. Tot waar ze in zee verdwijnt. Uit Sion zo volkomen schoon. Die luide roep ontstaat in Sion. Laten we samen eerst zingen Psalm 50 vers 1. Uit Sion, zo volkomen schoon, verschijnt God vol van glans om op zijn troon te stijgen. Hij, onze God, hij komt en zal niet zwijgen. We zullen nog schrikken van wat er allemaal in onze tijd staat te gebeuren. Maar wij zullen beveiligd worden door onze geliefde Here, beschermd worden door onze geliefde Here, indien wij doen wat hij van ons verlangt. En dat is ook een geweldige bemoediging en ook vertroosting voor ons. Laten we samen daarom eerst weer de Heere zoeken in gebed. En weer schuldbelijdenis doen en ook weer smeken om die Heilige Geest. En voor elkaar bidden natuurlijk. Laten we de Heere zoeken in gebed. Lieve goede getrouwe God de Vader, lieve Heere Jezus. Dank u wel dat u ons weer hebt geroepen om uw woord te onderzoeken. Het zij door de week, het zij op een Sabbatdag. Elke dag willen we daarmee bezig zijn om heel goed te beseffen wie we moeten zijn. Staan wij wel klaar om de luide roep te brengen? Zijn wij wel bereid? Daar draait het om. En wat komen we allemaal tegen? Kunnen we ons goed genoeg voorbereiden? U hebt ons meer dan genoeg door uw woord bekendgemaakt. Help ons daarin mee, lieve Heer Jezus. Om ons goed voor te bereiden. Wilt u ons daarom onze schuld ook vergeven? We hebben ze beleden voor elkander, voor de mensen om ons heen. En dat doen we nu weer voor u. Alsjeblieft, haal de schuld bij ons vandaan. Dat we onze fouten ook gaan inzien. Dat we echt berouw hebben. Wat is nu echt berouw? Hebben we vorige eredienst allemaal goed begrepen. We hebben ook nu weer een studie, heren, waar we heel goed moeten verstaan dat we midden tussen de valstrikken in komen. Kunnen we daarin staan blijven? Dat lukt, omdat u aan onze zijde staat met uw Heilige Geest. Dank u wel dat u onze fouten en gebreken ook wilt vergeven. We bidden voor die mensen die het moeilijk hebben. Ziek zijn, verdriet hebben, alleen staan. Kom met uw Heilige Geest ook juist over deze mensen. Want zij willen ook voor u werken. Ook zien we dat straks met een bijzondere volgende eredienst ook weer terugkomen. In Matteüs 19 vers 12. Open ook hun verstand, heren, dat ze troost mogen vinden bij u. We bidden daarom ook of u met uw Heilige Geest deze eredienst bij ons wilt zijn. Dat we heel goed mogen beseffen
hoe we ons voor moeten bereiden. Dat kunt u alleen maar in ons hart bewerken. Wij kunnen luisteren naar wat u ons hebt te vertellen. Door het Oude Testament, het Nieuwe Testament en door de geestprofetie, maar in het bijzonder door uw Heilige Geest in alle nederigheid in ons te laten werken. Zo bidden we van u, ga met ons mee deze eredienst, ook op deze Sabbatdag, en dat we krachtig mogen staan om die geweldige mooie waarheden, het nieuwe licht te mogen verstaan en uit te kunnen dragen. Dat bidden we van u om Christus Jezus, onze geliefde in naam wil. Amen. En dan willen we weer naar die geweldige wet van God. Exodus 20. Die willen we in ons hart hebben, diep in ons hart, meedragen. Vers 1 tot en met 17. Toen sprak God al deze woorden, zegde: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Maar er komt iets achteraan. Dat is heel belangrijk voor u en mij. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk aan de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Tot zevenmaal genoemd. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelf. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Dat is toch zo geweldig dat we elke keer die wet mogen verstaan en in ons hart mogen meedragen en eruit willen leven. Wij hebben een nieuw hoofdstuk. Een nieuw hoofdstuk van Matteüs. Ook het laatste hoofdstuk. Want voor degenen die dat weten, of ook de Bijbelstudies hebben gezien van zijn boodschap in de profetie, verdieping 1, ga ik namelijk met hoofdstuk 20 van Matteüs verder in Bijbelstudies. Dus wij stoppen ook na deze drie erediensten die nog komen met het Matteüs-evangelie. Maar we zijn nu beland in Matteüs 19 vers 1. En als we dat even gaan lezen, en het geschiedde, Matteüs 19 vers 1, en het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dus alles wat hij had gesproken over die dienstknechten, die twee verschillenden, waar we veel van hebben geleerd, dat hij vertrok van Galilea en kwam over de Jordaan in de landpalen van Judea. U ziet dat er nu iets gaat gebeuren. Jezus Christus keert terug in Judea. Belangrijk om te weten. We kunnen ergens zien dat dat ene hoorntje heeft zich voorbereid en nu moeten die priesters, dat tweede hoorntje, moeten bereikt worden. En vele scharen valden hem en hij genas ze al daar. Natuurlijk heeft dat ook dat tweede hoorntje van tevoren te maken, om die voor te bereiden. Maar u ziet daar een kleine wisseling in gebeurtenissen. Daar gaat het mij in het bijzonder om. En ook dat dan in vers 2, die vele scharen volgden hem. Dus ze wouden alles van hem leren. Van
onze geliefde Heer Jezus als profeet. En de fariseeën kwamen tot hen verzoekende. Weer die fariseeën. Hem en zeggende tot hen. Is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaken? Doch hij antwoordde en zeide tot hen. Hebt gij niet gelezen die van de beginnende mens gemaakt heeft, dat hij ze gemaakt heeft man en vrouw? Man en vrouw heeft ook alles te maken met bruidegom en bruid. Die horen bij elkaar. Jezus Christus en zijn volk. Maar ook de man en de vrouw. En interessant is ook dat daarom zal een mens, gaan we nu lezen, let op dat woordje een mens, en gezegd heeft, daarom zal een mens, daar staat niet een man. Moet u even meenemen, in King James Bijbel staat wel husband, maar als u de Eastwood programma erbij pakt, dan ziet u dat hier G444 en G435 twee verschillende betekenissen hebben. En het moet dus ook mens zijn, want dat komt beter uit. Want hij gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Dat is interessant, als u toch mens pakt, dan ziet u een vrouw aanhangen. Wij moeten Gods volk aanhangen. Dat kunt u daar beter uithalen dan. Dus nogal profetisch wat hier gezegd wordt. Kijk dat eens goed na op deze Sabbatmiddag, dan ziet u, daar gaat iets gebeuren. Een mens moet vader en moeder verlaten en een vrouw aanhangen, die juist de gemeente aanhangen. U beseft al een beetje die drie hoorntjes. Anders gezegd, 3+1 volk, wat komt te staan. En dan vers 6. Also, dat zij niet meer twee zijn, twee volkeren, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Daar komt het ook weer de mens weer. Ontzettend interessant als u dit profetisch heel goed uit gaat zoeken. Ik laat dat een beetje aan u over voor deze Sabbatmiddag, want hier gaat iets gebeuren, want we gaan straks naar Johannes toe, om daar meer uit te halen. Maar hou die Sjaat-Nukemene kerken, die ene grote groep kerkgemeenschappen, met die andere grote groep, in principe nog een overblijfsel van die grote groep, die worden één, zoals u zult beseffen. Zij zeiden tot hen, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zeide tot hen, Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouw te verlaten. Maar van het begin is het al zo niet geweest. Inderdaad, ze zijn natuurlijk weggegaan. Protestanten zijn dus ook onder de Sjaat-Nukemene kerk, onder pausdom gekomen. Moet u wel even meenemen. Maar van het begin is het al zo niet geweest. God heeft altijd één volk willen houden. Man en vrouw, één volk. Maar ik zeg dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, kunt u dus ook weer profetisch zien. Daar lees ik hier even van tevoren doorheen met u. Anders dan om hoererij en een ander trouwt, die doet overspel. Dus als u begint te hoereren, in die situatie komen we ook in de Sjaat-Nukemene kerk enorm tegen, hoereren. En dus Sion, Juda lijn, 7-daags adverteert, hoereren ook al met de Sjaat-Nukemene kerk, raad van kerken. Dus u moet nu heel goed zien dat hier een enorme profetische les ook in ligt. En dat mag niet. En een ander trouwt, die doet overspel. Dan doet hij overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Dus dat mag ook niet. Dus niet meegaan met de Sjaat-Nukemene kerk. Dus de verlatenen zijn ook de protestantse kerken. Niet daarin meegaan. Evangelische mag u alles gaan invullen. U moet ze waarschuwen. Zijn discipelen zeiden tot hem. Indien de zaak des mensen met de vrouw al zo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen. Doch hij zeide tot hen, allen vatten dit woord niet, maar dien het gegeven is. En dan gaan we later met vers 12 verder. Wat is hier belangrijk aan? U ziet ergens dat
die zevendedags Adventistenkerk, het overblijfsel daarvan, met die Sjat, die gemeenekerk, de Levieten, bij elkaar moeten komen. Dat kunt u hierin lezen, profetisch. Want, gaat mij om nog iets anders, juist in vers 3, de Farizeeën, van hoofdstuk 19 natuurlijk, en de Farizeeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem, is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? De verzoekingen komen op uw pad, lieve broeders en zusters. Want de Farizeeën zijn hier weer bezig. De fanatici. En dan gaan wij even naar, want dat vind ik heel belangrijk, naar Johannes 8, het evangelie van Johannes. Want daar halen we nog iets meer uit. Hier kwam eerst de verzoeking naar Jezus. En daar konden ze Jezus niet op pakken. In de valstrik wouden ze hem laten lopen. En daarna komen ze nogmaals weer met een verzoeking. Ook weer met een overspelige vrouw. Want dit was natuurlijk ook hoererderij. Jezus gaf een perfect antwoord natuurlijk. En dan gaan we lezen Johannes 8. Dus die twee moeten nu God zien. Matteüs 19, vlak voordat het Loofhuttenfeest aanbreekt. En u ziet ook hier Johannes 8 vers 1 tot en met 10. Laten we maar eens lezen. De zondige vrouw staat erboven. Moet u niet lezen, nee, de overspelige vrouw. Dus houd er even rekening mee. Lees niet wat erboven staat. Daarom lees ik het nu wel, om u indachtig te laten worden. Zou u daarvoor alles moeten lezen wat er is gezegd door de Heer? Maar dat laten we even voor wat het is. Want bijvoorbeeld vers 51, laat ik dan één vers er even bij pakken. Oordeelt ook onze wet den mens, tenzij dat zij eerst van hem gehoord heeft en verstaat wat hij doet? Dat was Nicodemus. Dat was iemand die kwam op voor Jezus Christus. Ja, die moeten we niet. Weg met die Nicodemus. Maar zo was het wel. Ze veroordeelden Jezus Christus en ook u en ook mij voordat ze hem gesproken hebben. En, wat zeg ik heel vaak, ze praten over u, maar niet met u. Let maar eens op. Veelvuldig meegemaakt. Te vaak. En dan komen die Farizeeën, schriftgeleerden, komen weer om hem te verzoeken. Johannes 8 vers 1. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. Wij ook. Wij zitten op die Olijfberg. En dan komen wij van de Olijfberg af. En dus morgens vroeg kwam hij wederom. Dat is ook interessant. Wederom profeteren in de tempel. En al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde leerde hij hen. Dus opnieuw profeteren. Opnieuw leren. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. Moet u zich eens voorstellen. Ze waren terechtgezet door Jezus Christus in Matteüs 19. En nu kwamen ze met een vrouw. Die had overspel gedaan. Dat was natuurlijk nog duidelijker. Hoe ging hij, hoe gaan wij daarmee om? Hoe gaan wij met de Sjat, de gemeenekerken om? Leest u dat dus vooral even profetisch ook door. Proberen we elke keer te helpen richting de profetieën. Dat is ontzettend belangrijk. Zoals gezegd, later gaan we Johannes ook meer gerechtigheid door geloof, de verborgenheid der godzaligheid uitdiepen. En daar komt dat mooie woord weer van hun, de vleierij. En haar gesteld hebben in het midden, zeiden zij tot hem, meester, hoort u hem? Ik spreek hem ook zo uit, meester. Als u dat soort woorden al hoort, dan weet u, daar komen de vleierijen aan. Deze vrouw is op de daad zelf gegrepen. Hoe is dat toch mogelijk? Komen we straks achter. Overspel begaan. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat de zulke gestenigd zullen worden. Dus de wet houden wij wel aan. Gij dan wat zegt gij? In het nauw gedreven natuurlijk. En dit zeiden zij hem verzoekende. U wordt tot en met verzocht. U zit midden, broeders en zusters, profeten, profetessen, want vrouwen mogen profeteren, zitten midden in de verzoekingen. En dit zeiden zij hem verzoekende, opdat zij iets hadden om hem,
om u en mij te beschuldigen. Maar Jezus nederbukkende schreef met den vinger in de aarde. En als zij hem blevend vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen: die van u lieden zonder zonde is, werpen de eerste steen op haar. Ja. Nu moesten zij handelen. Dat was natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurde. Gaan we uit, dieper straks. En wederom, dus de tweede keer, nederbukkende schreef hij in de aarde. Maar zij, dit horende en van hun geweten overtuigd zijnde, in de gereformeerde Bijbelstichting staat het Engelse woord nog, maar neem vooral mee, geweten overtuigd zijnde, gingen uit. De een na den andere. Beginnende van de oudsten. Dus de oudsten gingen eerst weg. Tot de laatsten. En Jezus werd alleen gelaten. En de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtte. En niemand ziende. Dan de vrouw. En zeide tot haar: de vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeide: niemand, Heer. En Jezus zei dat tot haar: zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. We hebben nu een stukje schriftlezing gedaan die u heel goed moet leren verstaan. Dus ik wil nu vooral voor u beginnen bij Jezus de wens der eeuwen. En even iets eerder. Ten opzichte van het hoofdstukje te midden tussen de valstrikken. Want u komt midden in die valstrikken. Dat is het hoofdstuk op het Loofhuttenfeest. Hoofdstuk 49. Want heel onderin op bladzijde 389. Neem dit verhaal zelf nog eens door. Ik hoop daar nog profetenscholen over te maken. Heel onderin. Eerste alinea van onderen. Bladzijde 389. De wereld was voor Christus niet een oord van rust en zelfverheerlijking. Dat zal het voor u ook niet kunnen zijn. Want u zag hoe hij telkens belaagd werd en verzocht werd. En dat wordt hij ook, vooral in de eindtijdgeschiedenis. Hij zag niet uit naar een gelegenheid om de macht en de heerlijkheid van de wereld te grijpen. Als u daarin zit, in dat gevoel van het eigen ik, dan beseft u al, kunt u die luidroep niet brengen. Want wij hebben en wij kunnen iets anders voor ogen hebben. De marteldood sterven of bij de 144.000 door. Dat is aan God gelegen. Voor hem stelde ze zulk een beloning niet in het vooruitzicht. Het was de plaats waarheen zijn vader hem gezonden had. En u en ik zijn ook gezonden. Hij was gegeven tot de redding van de wereld. Dat moeten u en ik ook zijn. Om het grote verlossingsplan, let op, ten uitvoer te brengen. En wat moeten wij? Wij moeten het uitdragen. Dus Jezus was de uitvoerder. En wij zijn de uitdragers van dit grote verlossingsplan. Hij was bezig met het volbrengen van zijn werk voor het gevallen mensdom. Dan moeten wij ook in het uitdragen. Jezus verheerlijken en verhogen. Maar hij mocht niet aanmatigend zijn. U mag ook niet aanmatigend zijn. Niet zich overijld in gevaar begeven. Dus u moet nu heel goed opletten dat u die delta-tijd, die uitsteltijd waar we het altijd over hebben, heel goed in acht neemt. Weet wanneer u iets mag gaan doen. Dus anders komt u in aanmatiging. Dus hij mocht niet aanmatigen en wij mogen ook niet aanmatigend zijn. Niet zich overijld in gevaren begeven. Niet de crisis verhaasten. De kern. U en ik mogen dat absoluut niet doen. We moeten ons goed voorbereiden. Iedere gebeurtenis in zijn werk had haar vastgestelde uur. Dan komt dat uren weer. Hij moest, en wij moeten, geduldig wachten. En hij moest ook geduldig wachten. Hij wist, en wij weten, dat hij de haat van de wereld zou ondervinden. Dat moet u nu beseffen, dat u de haat van de wereld zou ondervinden. Hij wist en wij weten dat zijn werk en ons werk zou uitlopen op zijn dood. En dat kan bij ons ook zo zijn, Madela.
Maar om zich daaraan voortijdig bloot te stellen, zou niet de wil van zijn vader zijn. Wat weer een geweldige les. Waar staat dat? In het hoofdstuk op het Loofhuttenfeest. Dat Loofhuttenfeest gaat komen. En nogmaals, daar ga ik nu niet diep op in. Wel in de profetenschool, maar dat moet uitgetekend worden namelijk. En dan op bladzijde 391. In de midden. Lees vooral dit heel goed door. Bestudeer het echt, dat u daar zelfstandig al dingen uit kunt halen. Allen, daar staat er, iets boven de midden. Eerste inspring van boven. Allen verwonderden zich over zijn kennis van eerst de wetten en de profeten. Dat is dus de verborgenheid der godzaligheid. De wet hebben wij in ons hart. Gerechtigheid door geloof. En de profeten, nieuw licht. En de vraag ging van de een naar de ander. Hoe is deze, dan komt het woordje deze weer, openbaring 7, zo geleerd zonder onderricht te hebben ontvangen? Niemand werd geacht een bevoegd godsdienstleraar te zijn, wanneer hij niet aan de scholen van de rabbis had gestudeerd. Natuurlijk, wij moeten naar Andrews. Wij moeten naar Newbold. Wij moeten eerst voorgemanipuleerd worden, want zo is de situatie bijna. U moet niet de geestenprofetie goed kennen en de Bijbel goed kennen. Nee, u moet boeken lezen van intellectuele mensen. Nou, wij lezen de Bijbel, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En die bestuderen wij. En de geestenprofetie. Ja, en dan komt er een probleem. Dan hebt u al een probleem. Oh, Peter zegt, we zijn bevrijd van filosofieën en theosofieën. Verschrikkelijk wat er momenteel allemaal speelt en wat dat van de kansels af verkondigd wordt. Want wanneer hij niet aan de scholen van de rabbis had gestudeerd en zowel Jezus als Johannes de Doper werden beschouwd als ongeletterd, omdat zij deze opleiding niet genoten hadden. Voelt u het aankomen? Natuurlijk, dan mag u ook niets doen, mag u in principe ook niets zeggen. Of u zegt wat zij graag willen. Zij die hen hoorden, stonden versteld. Zij die u straks horen, zullen versteld staan over uw kennis die u van God hebt gekregen. Nu moet u oppassen voor uw eigen valstrik. U hebt kennis van God gekregen om opnieuw te kunnen profiteren, maar als u daar prat op gaat, dan hebt u al een probleem. Dus zo ver moet het eigen ik van u afgestorven zijn. Dat zeg ik daar wel expliciet bij. Zij, tijdens de luide roep natuurlijk, en ook in de schudding al, zij die hen hoorden stonden versteld over hun kennis van de schriften, zonder een onderricht te hebben ontvangen. Inderdaad, van mensen hadden zij niets geleerd. Niets. Gelukkig, ik heb niets van mensen geleerd, helemaal niets. Maar de God des hemels was hun leraar. En van hem hadden zij de hoogste wijsheid ontvangen. Want dat moet je bijna niet zeggen, dat God mijn hemelse leraar is. Ik kan u vertellen, het is echt zo. Het is echt zo. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En daar zal ik ook nooit trap op gaan. Want als er één verhoogd moet worden, dan is dat niet de persoon die voor u staat, maar Jezus Christus, God de Vader en de Heilige Geest. Met alle engelen die ons willen helpen, die hij uitstuurt om u en mij te helpen. En dat is geweldig als je dat beseft en begrijpt. En daarom, dat moet goed tot u doorgedrongen zijn. Dus die kennis, menselijke kennis, doet niet ter zake. Het is Gods geest die het diep in uw hart moet leggen. En daar is berouw voor nodig. Dat beseffen wij. We hebben voor de eredienst bestudeerd en gelezen. En dan gaan we even naar te midden van de valstrik. Daar zitten wij middenin. En hoe gaan wij dan om met onze medebroeders en zusters? Gaan we daar twistgesprekken mee aan? Of, u mag het nu gaan invullen natuurlijk. Laten we starten op bladzijde 393. Jezus de wensdriel. Ik lees veel voor u, omdat u hier heel goed in moet komen om zelfstandig ook verder studie te kunnen doen. Al de tijd, staat er boven, te midden van valstrikken, hoofdstuk 50. Al de tijd dat Jezus gedurende het feest
U kunt opnieuw profiteren. Wij gaan een nieuw wereldordefeest meemaken. Maar ook een feest, Loofhuttenfeest, voor onze tijd. Dus als u feest leest, dan weet u hoe de situatie zich zal voordoen in onze eindtijd. In Jeruzalem was, dus Jeruzalem. Jeruzalem is ook, zevendedaags Adventist, de gemeente, enzovoort. Gingen spionnen zijn gangen na. Gaan spionnen uw gangen na. Dus ik ga dat er nu niet te veel meer tussen zetten. En zeggen, u kunt nu beseffen in welke situatie u komt. Dag na dag werd een nieuw plan beraamd om hem, u en mij, tot zwijgen te brengen. Monddood te maken. De priesters en oversten wachten een gelegenheid af om hem, u en mij, in de val te laten lopen. Zij maken plannen om hem met geweld tot zwijgen te brengen. Maar, dit was niet alles. Zij wilden die rabbi uit Galilea, u en mij, voor het val, voor de zevendedaagse Adventisten, ook voor de Zuid-Oekumenekerken straks, voor de LDU werkers, vernederen. Dat is natuurlijk nog mooier. Herkent u dat? Van Haman. Esther 3 vers 6 leest u nog eens door. Precies hetzelfde. Op de eerste dag van zijn aanwezigheid, op het feest, nogmaals weer, op het feest, waren de oversten tot hem gekomen. En vroegen hem met welk gezag hij onderwees. Zij wilden de aandacht van hem afleiden en deze richten op de vraag betreffende zijn recht om onderricht te geven. En zodoende op hun eigen gewichtigheid en gezag. Want wij zijn degene die opnieuw behold hebben gezeten. En wij zijn degene die toch van Andrews komen. Ik leg het gewoon in onze tijd neer. Hoe durft die man profetenscholen te houden? Wat meent hij wel niet? Dus vandaar dat ik u probeer te helpen daarin. Zich niet afzetten tegen de gemeente. We weten dat dat moet gebeuren. Omdat dat ook in Jezus Christus zijn tijd is gebeurd. Mijn leer, uw en mijn leer, is niet van mij, zei Jezus, zeggen wij ook, maar van hem die mij gezonden heeft. Een profeet is gezonden. Een priester is gezonden door God. Een leviet is gezonden door God, aangewezen. De drie hoortjes. Indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten. Het nieuwe licht zal hij verstaan. Of zij van God komt, dan of ik uit mijzelf spreek. En hoe kunnen we dat dan zien? Jezus wederlegde de vraag van deze haarklovers. Niet door zelf ook te fitten, maar door een waarheid te openbaren, een nieuw licht te openbaren, die onontbeerlijk is voor de behoudenis van de ziel. Juist in die eindtijdgeschiedenis. Het begrijpen en op de juiste waarde schatten van waarheid, dus ook het nieuw licht wat er nu is, want Jezus bracht toen ook nieuw licht, neem vooral mee, zei hij, is niet zozeer afhankelijk van het verstand, daar komt die, intellect, als wel van het hart. De waarheid moet in de ziel ontvangen worden. In de ziel, in het hart, moeten we mee begaan zijn. Ze eist het eerbetoon van de wil. U moet uw wil dus totaal overgegeven hebben aan Jezus Christus. Indien de waarheid onderworpen zou kunnen worden aan de reden alleen, dus stel u krijgt waarheid, nieuw licht binnen, en u beredeneert dat bij uzelf. Ja, dat klopt, maar het raakt niet het hart, dat moet u even meenemen, dus aan reden alleen, zonder hart, dan zou trots geen verhindering zijn om haat aanvaarden. En dat is nu precies wat er met nieuw licht kan gebeuren. Dan worden mensen trots en ijdel, en ik weet het ook, en ik moet natuurlijk dat ook verkondigen, want ik weet het ook, en dan, ja, die kerk die wil het niet aannemen, dus wij gaan de kerk uit. De 70 discipelen, de 140 splinterbeweging. Ziet u wat er gebeurt? Alleen verstandelijk kennis, gerechtigheid door geloof, zit niet in hun. Het hart is niet geraakt van hen. Dat staat hier. Daarom zeg ik altijd, blijf binnen Gods volk. Anders hebt u hoogmoed en trots in u, dat mag blijken. Maar ze moeten door het werk der genade in het hart ontvangen worden. Dat is de kern. Het nieuwe licht dus. En het aannemen van de waarheid is afhankelijk van het verzaken van, daar komt die, iedere zonde.
Daar staat niet 99,99% van de zonde. Nee, iedere zonde. 100%. Die de geest van God openbaart. Daarom heb ik vorige keer gezegd tegen u, toen ik aan het bidden ging. En ik had zoveel dingen die ik in mijn gedachten die verkeerd waren. Die moesten eruit. En toen was ik aan het bidden en ging ik aan het bidden. En kwam er nog meer. Kijk, Gods geest bepaalt in waar de zonde dan ligt. Nou, die zijn er veelvuldig. Al waren er ook bij mij. En dank de Heer dat de Heer velen bij me weggenomen heeft. Aan hem alle lof en eer, niet aan mensen. Dus de voorrechten die de mens heeft om kennis der waarheid te verkrijgen, hoe groot die ook mogen zijn, nieuw licht, zullen van geen nut voor de mens blijkende zijn, indien het hart niet open staat om de waarheid te ontvangen. En men niet bewust afstand doet van iedere gewoonte, iedere hebbelijkheid. Slechte gewoontes dus natuurlijk, slechte hebbelijkheden, die in strijd is met haar beginsel. Aan degene die zich al dus overgeven aan God, met een eerlijk verlangen, oprechtheid dus, gerechtigheid door geloof, om zijn wil te kennen en te doen, Gods wil te kennen en te doen. Dus andere mensen te bereiken, wordt de waarheid geopenbaard als een kracht Gods voor hun behoud. Voor uw eeuwig behoud. U kunt dus een priester of een leviet worden. Of zelfs nog een profeet. Voordat de schudding aanbreekt binnen de zevende dag staat het tussen de kerk. Zij zullen in staat zijn onderscheid te maken tussen hen die voor God spreekt. U moet dat onderscheid kunnen maken. En hen die alleen voor zichzelf spreekt. U hoort dat veelvuldig in de kerk. Wat hebben ze allemaal? Verhaaltjes vertellers. Anekdotes vertellers. Zuster Wijd spreekt daar zo vaak over. En ik hoor dat zoveel. Mooie verhalen. Soms moet ik eens een getuigenis doen. Vind ik wel eens belangrijk. Net zoals vorige eredienst. En daar komen we nog op terug. Maar mooie verhalen gelden niet. Het is een pijnlijk verhaal. We moeten duidelijk kiezen voor Jezus Christus. Dus je kunt dat verschil zien. De fariseeën hadden hun wil niet gesteld aan de kant van Gods wil. Zij trachten niet de waarheid te leren kennen. Die verharde geest die zien we nu ook. Maar een verontschuldiging te vinden om daar aan te ontkomen. Waaraan? Aan het nieuwe licht te ontkomen. Christus toont aan dat zij daarom zijn leer niet begrepen. Veelvuldig. Hij gaf hun nu een toets. Waaraan de ware leraar onderscheiden kan worden. Van wie? Van de bedrieger. De valse profeet. De valse herder. Wie uit zichzelf spreekt, zei Jezus, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt van zijn zender, Jezus Christus dus, die is waar. En er is geen onrecht in hem. Hij die zijn eigen eer zoekt, mooie verhalen, anekdotes vertellen, kijk eens wat ik heb beleefd, spreekt alleen uit zichzelf. De geest van zelfzucht verraadt zijn oorsprong. Eigen ik. Oorsprong van alle kwaad komt bij hem boven. Maar Christus zocht de eer van God. Hij sprak de woorden Gods. Dit was het bewijs van zijn gezag als een leraar der waarheid. U kunt de leraar der waarheid onderscheiden. Als ik uit mijzelf spreek, mooie verhalen vertel, moet u aan de kant zitten. Hebt u niets aan. Getuigenis is wat anders, maar voor de rest helemaal niets. Wel Jezus Christus verhogen. En dat hoort hij elke keer van mij. Mijn geliefde Heer Jezus, onze geliefde Heer Jezus, onze God willen wij verhogen. En niet onszelf. Want wij zijn niets waardig in die zin. Hij, onze Heer Jezus, heeft alles voor ons gedaan. Laten wij naar die mooie psalm toe gaan, psalm 119. Want zo moeten wij bij Jezus Christus aankomen. Psalm 119, vers 62. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid. Hebt u wel eens liggen te huilen en te smeken voor Jezus Christus? Ik kan u vertellen, als man van over de 60 jaar, ik veelvuldig, nu nog. In het uitzien naar uw heil met heet verlangen. Het heil aan mij rechtvaardig toegezegd. Het heil is aan u en mij toegezegd.
als wij rechtvaardig zijn. Schitterend, wat een psalm, wat een diepgang. Laten we samen Psalm 119, vers 62. En dan kunnen we ook met z'n allen beseffen, en dat hebben we ook gezongen. Ai, wis dan toch de tranen van mijn wangen. Doe bij uw knecht naar uw goedgunstigheid. Leer mij uw wet, dan zal ik troost ontvangen. Inderdaad, als we die wet in ons hart krijgen, lieve broeders en zusters, dan zullen wij troost van God ontvangen. Dan kan die Heilige Geest met ons werken. Geweldig. Wij willen even weer terug eerst naar de Bijbel. Klein stukje nog lezen, dat u gaat beseffen in welke context dit allemaal is geschreven. Want daar gaat het mij even om. Want als we even naar Johannes 7 toe gaan, gaat mij nu om een context. Ik ga niet specifiek de versen lezen, maar de context waarin Johannes 8 bijvoorbeeld is gekomen. Want in vers 37 van Johannes 7, daar zien we, en op den laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Juist op dat laatste grote moment van de wereldgeschiedenis komt Jezus en die roept, staande in de tempel tegen u en mij, lees dat allemaal door, loof het een feest, veracht door zijn broers. Onvoorstelbaar als u dat allemaal nog leest in de Wensdril, zijn lijfelijke broers spreek ik dan over. Riep hij dit, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft. Gelijkerwijs de schrift zegt. Dus het moet onherroepelijk uit de schrift vandaan komen. Zoals de schrift zegt. Gelijkerwijs dus, stromen des levenden waters zullen uit uw buik vloeien. U zult gaan merken dat u die zuivere waarheid gaat proeven en in u op gaat nemen. Dus in die context speelt dit zich af. En als we dan naar Matthäus toe gaan, dan zien we ook dat Matthäus zich ook in die context afspeelt. Want vers 1 hebben we dat al gelezen, in de landpalen van Judea. En dan zien we in Matthäus 20, daar ga ik er even na die tijd, wat er zich afspeelt. Daar worden de eerste uurwerkers geroepen, Matthäus 20 vers 1, tot en met, hoort in principe 16 bij, gaan we niet behandelen, kunt u in de Bijbelstudie zien. De eerste uurwerkers worden geroepen, dan de derde uurwerkers, dan de zesde, onthoud dat, zesde, plus 9 uurwerkers, dat is ook heel interessant. Zesde plus 9 uurwerkers. En dan de 11 uurwerkers. Dus de Heer Jezus laat hier, even in onze bewoording, in vogelvlucht zien, in zijn geschiedenis, in de evangelie. Kijk, hier ligt het kantelpunt. Dat wil ik u heel goed laten meenemen. Dus vandaar ook die hoereerderij met die vrouw, dat zich hier van tevoren nog afspeelt.
En dan zien we natuurlijk ook nog een heel mooi vers, vers 12 er weer tussen staan van Matthäus 19. Dat u dat meeneemt voor uzelf. Dus u moet goed de randvoorwaarden zien hoe wij hier met z'n allen bezig zijn met Gods onfeilbaar woord. Randvoorwaarden, een beetje vreemd gezegd misschien, maar het gaat erom dat u ziet hoe die laatste 7 dagen van Jezus' leven tot stand zijn gekomen. Daar gaat het mij om. Dus we pakken er niet zomaar even wat uit. We zijn wel degelijk bezig om opnieuw te profiteren. En dat is het leven van Jezus Christus. We gaan verder met die prachtige mooie psalm. En dan gaan we even heel nadrukkelijk even opletten hoe we weer opnieuw kunnen profiteren met psalm 50. Want psalm 50 vers 2 gaan we zingen. Psalm 50 vers 2. En dan lezen we, dan zingen we, verterend vuur gaat voor zijn aangezicht heen. Het verterend vuur, de vuurballen, dat is het eerste wat er gebeurt. Een felle storm verzelt, vergezelt, zouden we zeggen, alom zijn tree. Dus er komt een storm aan over deze wereld. Met die vuurballen. De psalmdichters profiteren er letterlijk over. Roept hij tot aard. Lees je allemaal, luid roep komt eraan. Laten we goed zingen met z'n allen voordat we in gebed gaan. Psalm 50, vers 2. En profetisch dat goed tot ons door te laten dringen. We kunnen niet alles zien, omdat we misschien nog jong aan het profiteren zijn, maar er staat heel veel in. Laten we samen zingen Psalm 50. En als we de luide roep brengen, dan lezen we ook, verzamelt mij mijn dierbare gunstgenoten. Al die werkers, die mijn verbond op het heilig offer sloten. Die gaan mee, een nieuw verbond in, of zelfs het eeuwverbond in, samen met de eerste groep profeten, priesters en levieten, wat één volk. Roept hij tot adem, wij moeten die luide roep brengen. Geweldig mooi, hoe mooi de psalmdichters dat allemaal hebben weten te verwoorden. Laten we eerst de Heere zoeken in gebed. Dat we heel goed mogen verstaan wat er in deze laatste periode nog gebeurt. Wilt u samen met mij bidden? Lieve goede getrouwe God en Vader, lieve Heer Jezus, wat is toch geweldig wat u ons allemaal vertelt. Er is zoveel diepgang in uw woord te vinden, ook weer in dit hoofdstuk. Vlak voor en ook rondom het Loofhuttenfeest, als dat start. Natuurlijk, er komt een nieuw wereldordefeest, maar wij hebben ook feest. Want u gaat uw spaarregen uitstorten voor ons en uw oprechte kinderen roepen. Wat een feest is dat. Maar we weten ook hoe we midden tussen de valstrikken in komen. En dat willen we nu heel goed onderzoeken met z'n allen. Dat we beseffen wie wij zelf moeten zijn. Dat we zo diep aan uw woord vast moeten houden en aan u persoonlijk vast moeten klampen, dat we niet meer vallen kunnen door uw kracht, want uit onszelf zijn we zulke zwakke mensen. Help ons mee, geef onze blijdschap in ons hart, dat we die wil volledig aan u hebben overgeleverd om uw wil te doen,
Om u te verhogen en te verheerlijken, lieve Heer Jezus. Dat u krijgt alle lof en eer, geen mensen. Want wij kunnen niets uit onszelf. Help ons daarbij. Wilt u zo bij de mensen thuis zijn met uw Heilige Geest? Open hun hart. Open hun verstand dat ze het mogen verstaan en kunnen blijven onthouden. Als de vragen op hen afgevuurd worden. Dat ze weten wat ze moeten zeggen. En ook voor mij, Heer, kom met die heilige kolen van het altaar af. Ook op mijn lippen. Dat ik uw oprechte kinderen ook helpen mag om opnieuw te kunnen profiteren. Ik kan dat niet, maar wel door uw kracht kunt u mij helpen. En kunt u ook door uw heilige geest bij deze mensen thuis zijn. Wilt u daarom alstublieft met uw heilige geest bij ons komen. Dat bidden we van u om Christus Jezus, onze geliefde is in naam. Amen. Ja, ongeacht waar u bent, of dat nu in een klein kerkzaaltje is, of in huis, maakt niet uit, zegt de profetes. Elke plaats die wij in alle eerbied bezoeken, dat moet u wel onthouden, is Christus aanwezig. Want, als we zeven, natuurlijk, te midden van die valstrikken zeven een beetje door gaan lezen, is er nog een belangrijk gedeelte in. Hele belangrijke gedeelten zitten daar zelfs nog in. Dan gaan we naar bladzijde 396. Bladzijde 396. En dan één naar onderste alinea. God dwingt de mens niet. Dat moet u altijd goed onthouden. U hebt een vrije keus om de dieptes van Gods woord aan te nemen of niet. Nieuw licht aan te nemen of niet. En dan moet u straks ook zelf de consequenties dragen. Hebt u te weinig gedaan? Helemaal niets gedaan? Hebt u veel gedaan? Dan zult u ook de positieve consequenties dragen. Laat ik het dan zomaar uitdrukken. God dwingt de mens niet hun ongeloof op te geven. Het is veel ongeloof. Licht en duisternis, waarheid en dwaling liggen voor hen. Zij moeten zelf beslissen wat zij willen aannemen. Daarom is het ook belangrijk om die dwaling goed te onderzoeken. Heel veel mensen zeggen wel eens, of denken misschien wel eens, zo jongen, het is allemaal kommer en kwel, wat we allemaal lezen. Nee, maar daar ligt die dwaling in. Daar kunt u die dwaling uithalen waar u niet in moet vallen. En waarheid natuurlijk eruit zien te halen. Want die dwaling en die waarheid liggen heel dicht bij elkaar. Licht en duisternis. Liggen voor u en mij. Zijn wij mee besmet zelfs, soms. Zij moeten zelf beslissen wat zij willen aannemen. De menselijke geest is toegerust met het vermogen om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. U moet zelf beseffen hoe het evangelie in elkaar zit. Dat het niet alleen maar gerechtigheid door geloof is, maar ook de geschiedenis die Jezus gegaan is. Het pad dat Jezus is gegaan, dat wij dat ook gaan. Exact dezelfde manier. Dus daaruit kunt u opnieuw profiteren. Als u dat niet aannemen wilt, niet zien wilt, want zo is het. Iedereen kan het aannemen, iedereen kan het verstaan. Maar wilt u dat wel? Dus u moet dat onderscheid tussen goed en kwaad zien te maken. De menselijke geest, nogmaals weer, is toegerust namelijk. Met het vermogen om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Heeft dus niets met intellect te maken. Het is Gods bedoeling dat de mensen geen beslissingen zullen nemen, gedreven door een gevoel. Dat is vaak een slecht gevoel, dat weet u. Maar vanwege het gewicht aan bewijzenmateriaal, door zorgvuldig schrift met schrift te vergelijken. Dat weet u, Jesaja 28 vers 10 en 13. Indien de Joden hun vooroordelen, indien de Zevendagsadventisten hun vooroordelen, indien de Shatukemenekerken hun vooroordelen terzijde gesteld hadden en de geschreven profetie vergeleken hadden met de feiten, wat is er allemaal gebeurd, die het leven van Jezus kenmerkten in Jezus tijd, dan zouden zij de prachtige harmonie gezien hebben. Zoals wij die mogen zien, dan de Heer. Die bestaat tussen de profetieën en de vervulling daarvan in het leven en dienstwerk van de eenvoudige Galileer.
Dat is hetgeen waar wij telkens mee bezig zijn geweest. 128 uur bijna. Geweldig. Dan zult u dat hebben gezien. U hebt het nu ook gehoord. De profetieën die in vervulling zijn gegaan. In het leven en dienstwerk van de eenvoudige Galileër. Onze geliefde Heer Jezus Christus. In deze tijd worden velen misleid op dezelfde wijze als de Joden eertijds. U weet het, binnen de Adventgemeente, maar ook binnen de Chateau-Gemeente-kerk. Godsdienstleraars lezen de Bijbel in het licht van hun eigen opvattingen en overleveringen. Wat ze dus geleerd hebben op de academies en op de scholen. En de mensen onderzoeken de schriften niet zelf en oordelen niet zelf wat waarheid is. Ook in de Chateau-Gemeente-kerk. Zij geven hun oordeel en hun ziel in handen van hun leiders. Van de predikanten en dominees, zoals ze ze noemen. Of priesters in de Chateau-Gemeente-kerk. De prediking en de leer van zijn woord is één van de middelen die God heeft ingesteld voor de verspreiding van het licht. Nieuw licht dus. Dat kan niet anders, dat staat hier. Voor de verspreiding van het licht. Wij kunnen, als we goed de Bijbel onderzoeken, heel veel licht ontdekken. Maar we moeten de leer van ieder mens aan de schrift toetsen. Dus ook van de leiders. Want de leiders konden wel eens misleiders zijn geworden. Hebt u dat wel goed begrepen? Hebt u wel goed de schrift onderzocht? Was in het letterlijk Israël wel het geval. Dat waren echte misleiders geworden. Farisees, Sadducees, schriftgeleerden, wetgeleerden. Waren dat misleiders? Reken maar. Dus wij moeten het aan de schrift toetsen. En ieder die onder gebed de Bijbel wil bestuderen, verlangend de waarheid te kennen, dat moet er wel bij, om die te kunnen gehoorzamen, zal het goddelijk licht ontvangen. Heeft dus niets met kennis, in die zin intellectuele kennis te maken. Hij zal de schrift verstaan. Indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten. En dan lezen we nog verder. Op de laatste dag hebben we ook in Johannes Evangelie gelezen. Op de laatste dag van het feest keerden de dienaars die door de priesters en oversten waren uitgezonden om Jezus gevangen te nemen zonder hem terug. Hoe was dat dan mogelijk? Toornig stelde men hun de vraag. Waarom hebt gij hem niet meegebracht? In grote ernst antwoorden zij. Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. Nooit hebben we zo de evangelie verstaan dan dat we ze nu hebben verstaan. We hebben ze altijd verkondigd, maar dit is totaal opnieuw profeteren vanuit Matthäus vandaan. Beseft u waar we mee bezig zijn? Beseft u wat u zonder intellectuele kennis, laat ik het dan zo duidelijk uitdrukken, kunt en mag verstaan. Wat deed de Heer Jezus? Staat in de midden. Christus openbaarde zichzelf aan hun ziel. Dat is geweldig. Christus openbaarde zichzelf aan uw en mijn ziel. Dat brengt mij tot schrijens toe. Dat de Heer Jezus zo ontzettend met mij begaan is. Beseft u wel hoe de Heer Jezus met u begaan is? En ook met mij begaan is? Ik wel. Daar schrik ik van. De hele hemel is geïnteresseerd. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Al Gods heilige engelen zijn geïnteresseerd in u en in mij. Dat staat daar. Precies in het midden. Dus het is een geweldig evangelie wat wij hier mogen onderzoeken en tot ons mogen nemen. En dan even verderop, een volgende alinea. Toen de priesters, dat hebben die verharde harten natuurlijk ook weer. Toen de priesters en oversten voor het eerst in tegenwoordigheid van Christus kwamen, voor het eerst, moet je eens voorstellen, hadden zij dezelfde overtuiging gevoeld. Hun harten waren zeer bewogen geweest en de gedachte had zich aan hen opgedrongen, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt.
Maar, daar komt die verschrikkelijke maar. Maar, zij had een de overtuiging van de Heilige Geest tot zwijgen gebracht. Ik lees hem nogmaals. Een zonde die niet vergeven kan worden, maar zij hadden de overtuiging van de Heilige Geest tot zwijgen gebracht. Ik kan u vertellen, al die mensen die in die profetenschool hebben gezeten, ook hier in Nederland, die hun geweten tot zwijgen brengen, de Heilige Geest tot zwijgen brengen, die hebben een enorm groot probleem. En nu, wat gaat er dan gebeuren? En nu woedend, dat zelfs de werktuigen van de wet onder de invloed van de gehate Galileer zouden geraken, riepen zij uit. Zijn gij soms ook verleid? Nicodemus was daar een voorbeeld van natuurlijk. Heeft soms een van de oversten in hem geloofd? Heeft een van de leiders van de zevendaagse adventisten geloofd in die 25-20? De pionierstandpunten zijn dat hoor. Of van de fariseeën. Ze geloven, zuster waait niet eens meer. Lieve broeders en zusters, wat een pijnlijke situatie zijn wij in terecht gekomen aan het einde van Jezus' leven. Anders gezegd, zijn missiewerk 3,5 jaar. We staan vlak voor die 7 dagen. Maar die scharen die de wet niet kent, die niet gestudeerd hebben, en dat zijn wij. Wij hebben gestudeerd, zeggen die fariseeën en schriftgeleerden. Vervloekt zijn zij. Jongen, jongen, die vloek die ze over de leden van de kerk uitstorten, die komt op hun eigen hoofd terecht. Zij tot wie de boodschap der waarheid wordt gesproken, vragen zelden, is het waar? Maar door wie wordt het verdedigd? Dat is het. Dat is het. Ze onderzoeken zelf niet of het echt waar is. Ik heb al eerder gezegd, ze gaan googelen. Niet onderzoeken, nee, googelen. Wat zegt een ander? Nou, dat kunt u genoeg vinden. U hoeft maar te googelen over E.G. White. Er zijn zoveel afvallige predikanten geweest die wel graag de geestenprofetie willen vervloeken. Sterker nog, die hebben de boeken van E.G. White verbrand. Onvoorstelbaar. U moet zelfstandig zoeken. Zelden vragen ze, is het waar? Maar door wie wordt het verdedigd? Zijn de leiders het ermee eens? Zeer veel mensen beoordelen de waarheid naar het aantal mensen dat haar aanneemt. En nog steeds stelt men de vraag, heeft iemand van de geleerden of godsdienst geleiders erin gelooft. Alle adventisten weten dat er maar een heel klein overblijfsel overblijft. En toch geloven ze dat het een symbolisch getal is, de 144.000. Beseft u het? Zo ernstig is de situatie. En ze geloven niet die paar mensen die overblijven, die waarheid zo diep tot hun ziel hebben laten doordringen. Nee, ze geloven de massa. De mensen staan in onze dagen, zegt ze het letterlijk, tegenover ware godsvrucht, dus nieuw licht, gerechtigheid door geloof, meegedeelde gerechtigheid, zonder zonde kunnen leven. Niet gunstiger dan in de dagen van Christus. Zij zoeken met evenveel inspanning aardse goederen en verwaarlozen daardoor de eeuwige rijkdommen. En er is geen argument tegen de waarheid of veel mensen zijn bereid het aan te nemen of het wordt aangenomen door de groten der aarde of zelfs door de leiders op Gods dienstengebied. U kunt nu alles gaan doorlezen. Dan komt u bij het verhaal van Nicodemus. Zo ernstig is de situatie. Weer gingen de priesters en oversten voort plannen te maken voor de gevangenneming van wie? Van Jezus. Ik wil graag even met u terug het boekje Schreden naar Christus. Want het is zo ontzettend belangrijk als u dat ook gaat lezen. We hebben eerst een stukje berouw besproken met z'n allen. En dan wil ik even naar bladzijde 33 toe. Om dat nogmaals voor u op te halen. Bladzijde 33, berouw. En er staat, velen bezitten een verstandelijke godsdienst.
intellectuele godsdienst. Schreden naar Christus, bladzij 33, eerste alinea van boven. Velen bezitten een verstandelijke godsdienst. Een vorm van godsvrucht. Terwijl hun hart niet gereinigd is. U weet het. Matthäus 13, die drie personen. Laat dit uw gebed zijn. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Maak ernst met uzelf. Wees even ernstig, even volhardend als u zou zijn wanneer uw sterfelijk leven op, moet daartussen staan, op het spel zou staan. Uw eeuwigheid staat op het spel. Dit is een zaak tussen God en uzelf. Er komt niet een leider tussen. Niet één. Dit is een zaak die tussen God en uzelf in orde moet worden gemaakt. Uw ziel moet rein zijn. Voor de eeuwigheid. Anders komt u niet in het eeuwige leven. Laat staan in het eeuwige verbond. Een veronderstelde hoop zonder inhoud zou uw ondergang betekenen. Wij nemen wel aan wat de predikant zegt. Een veronderstelde hoop. Want als we geen schuldbelijdenis hebben gedaan, wat dan? Dan beseft u niet dat u verloren kan gaan. Ook velen hebben het nieuwe licht afgewezen. En als ze daar geen schuldbelijdenis in doen, wat dan? Kunt u nooit gereinigd worden van binnen. We gaan naar hoofdstuk 4, het belijden van schuld, van hetzelfde boekje, bladzijde 36, schreden naar Christus. Daar staat al boven, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen. U moet gereinigd worden. Dwaling en leugen gaat volop en dwaling wordt met licht vermengd. Licht met dwaling vermengd. U hebt dat allemaal gelezen. Pak dat nogmaals er goed bij. Want, wat lezen we? Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleidt en nalaat, dat beseffen we nu heel goed, die vindt ontferming. De voorwaarden waarop men de genade van God kan ontvangen zijn eenvoudig. Simpel. Rechtvaardig, oprecht, heel redelijk. Niet mis te vatten. Er is niets mis mee. De Heere verlangt niet van ons dat we ons pijnigen. Boetedoeningen, hè? Katholieke kerkverhaal, dat weten we. Als we vergeving van zonden willen ontvangen. We hoeven geen lange, vermoeide pelgrimstochten te ondernemen. Of pijnlijke boetedoeningen te verrichten. Om onszelf bij God aan te bevelen. Of om onze overtredingen te niet te doen. Wie zijn zonden beleidt en nalaat, ontvangt genade. Al die mensen die nu het nieuwe licht hebben afgewezen voor de vuurballen, laat ik het maar zo even uitdrukken. En in de periode komen na de vuurballen, voor de adventgemeente, die moeten hun zonden belijden naar God. Dat ze zo halsstarrig naar de dienstknechten van God hebben geacteerd, laat ik het zo maar stellen. Tekeer zijn gegaan. Zo werkt dat. Die shifting, bij dat eerste horentje, is bij de profeten al begonnen. Bij de nieuwe lichtdragers al begonnen. En er zijn zoveel mensen hebben zich er al tegen afgezet. Wat moeten die mensen dus doen? Wel schuldbelijdenis doen. Naar God en naar mensen. Dat wordt een heel pijnlijk verhaal. Beseft u in welke situatie wij komen? Beseft u nu een beetje Matthäus 19, de valstrikken van wie? Van die Farizeeën en Sadduceeën, dat ze eerst Jezus wouden beproeven in een valstrik met de vrouw en de man, die gescheiden waren van elkaar. Hoe gaan wij daarmee om? Hoe gaan wij met de Sjatukemenekerken om? En daarna proberen ze u in een val te laten lopen met iemand, letterlijk iemand, die ze zelf hebben verleid. Komen we straks achter. Jongen. Dus, u krijgt vergeving van zonden als u ze beleid, berouw hebt, beleid en nalaat. En laten we maar eens naar dat belangrijke gedeelte toe gaan. Over
de vrouw. Ik wil nog even een klein stukje lezen op bladzijde 398. Want er zal veel opwinding en verwarring zijn binnen de Adventgemeente. Bladzijde 398, de derde alinea van boven en ook de derde alinea van onder. Van de opwinding. Van de opwinding en verwarring in de stad, van de geestdriftige scharen en de trouweloze rabbies, wat een tegenstrijdigheden, lezen we, wendde Jezus zich naar de rustige olijfbossen, waar hij alleen kon zijn met God. U moet dat alles voor God leggen. Voor het kruis neerleggen. Alles wat u overkomt, dat wil ik u hiermee zeggen. Maar vroeg in de morgen keerde hij terug naar de tempel. En toen het volk zich rondom hem verzamelde, ging hij zitten en leerde. Hij leerde hen. U moet die oprechte kinderen van God gaan leren in de zevendedags Adventistenkerk. En ook in de Chateau-Gemeenekerk. En al uw werkers, let op. En dan gaan we verder met bladzijde 400. Jezus de wens der Joden. De vrouw had voor Jezus gestaan. Natuurlijk. Die vrouw, die zat in gemeenekerken, die stond voor Jezus. En u weet wat Jezus heeft gezegd, dat hebben we gelezen. De vrouw, tweede alinea van boven op bladzijde 400. De vrouw had voor Jezus gestaan, ineenkrimpend van angst. Zijn woorden, wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen naar haar. Had aan haar als een doodvonnis in de oren geklonken. Zij durfde haar ogen niet opslaan naar het gelaat van de heiland, maar wachtte zwijgend haar lot af. Al die oprechte kinderen in de Chateau-Gemeenekerk, die ook fouten hebben begaan, neem dat wel van mij aan, dat gebeurt daar in de Chateau-Gemeenekerk, maar ook in de zevendedags Adventistenkerk. Die krimpen ineen dat ze gaan zien, ja, wij zijn veroordeeld. En wat gaat er dan gebeuren? Maar wachtte zwijgend haar lot af. God is barmhartig en genadig. Ook voor de Chateau-Gemeenekerk. Met verbazing zagen ze hoe haar aanklagers verdwenen. Spraakloos en verward. Dan is het vreemd, hoe kan dat toch? Ja, Jezus schreef iets op de grond, maar hoe kan dat? Wat was die achtergrond daarvan? Dan klonken haar die woorden van hoop in de oren. Ook ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer. Als u hebt gehoord in de Chateau-Gemeenekerk dat u de Sabbat moet gaan houden, en u gaat door met zondig houden, dan zondigt u weer. Dus Jezus waarschuwt hier absoluut die overspelige vrouw. De hoer. Openbaring, nou, 14, 15, 16, 17, 18, achter me door. Let op. Want dan klonk haar de woorden van hoop in de oren. Ook ik veroordeel u niet. Ga heen, zondigen van nu af niet meer. Haar hart was diep ontroerd. Het hart van de Chateau-Gemeenekerk moet diep ontroerd zijn. En ze wierp zich aan de voeten van Jezus. Terwijl ze het uitsnikte van dankbare liefde. En bittere tranen haar zonden beleed. Dit was voor haar het begin van een nieuw leven. Een leven van reinheid en vrede. Gewijd aan de dienst van God. Dat zijn de elduwerkers, die komen daaruit. Aan de dienst van God. En ook de priesters nog voor die tijd in de zevendedags Adventistenkerk. Ze beseffen hoe ze het nieuwe licht hebben verworpen. En dat ze niet meer kunnen profiteren. Opnieuw profiteren, zoals Jezus Christus deed. Door het opheffen van deze gevallen ziel verrichtte Jezus een groter, let op, een groter wonder dan door het genezen van de meest verschrikkelijke lichamelijke ziekte. Beseft u dat? Hij geneest de geestelijke krankheid, ziekte, die leidt tot de eeuwige dood. Zowel in de zevendedags Adventistenkerk als in de Chateau-Gemeenekerk zijn ze zo enorm geestelijk ziek. Ik heb u daar wat van verteld.
gaan we straks lezen. Het getuigenis voor de heredienst. Deze berouwvolle vrouw werd één van zijn trouwste volgelingen. Met zelfopofferende liefde en toewijding vergold zij hem zijn vergevende genade. In zijn daad van vergiffenis schenken aan deze vrouw en haar bemoedigen een beter leven te gaan leiden, let op elduurwerkers, straalt het karakter van Jezus met de schoonheid van volmaakte gerechtigheid. En die moet u ook krijgen van Jezus Christus. Hoewel hij de zonde niet vergoeilijkt, nog het gevoel van schuld vermindert, zoekt hij niet te veroordelen, maar te behouden. De wereld had voor deze afgedwaalde vrouw slechts verachting en hoon. Maar Jezus spreekt woorden van vertroosting en hoop. De zondeloze heeft erbarming met de zwakheid van de zondares en steekt haar de helpende hand toe. Dat was Jezus Christus. Terwijl de huichelachtige fariseeën haar aanklagen, zegt Jezus tot haar: ga heen, zondig van nu af niet meer. Het is niet de volgeling van Christus die met afgewend oog zich van de dwalende afkeert en hem zo ongehinderd zijn weg naar de ondergang laat volgen. Zij die snel anderen beschuldigen en zich beijveren hen voor het recht te brengen, zijn dikwijls in hun eigen leven meer schuldig dan zij. En dan dat laatste stukje bewaar ik nog even voor het laatste, want hoe zit dat precies? Hoe zit dat precies? Met wat daar is gebeurd. Ga even terug, want ik wil u dit eerst laten lezen hoe barmhartig Jezus Christus is. En dan gaan we even terug naar bladzijde 399. Jezus zag een ogenblikken toneel aan. Wij kunnen in die eindtijd een ogenblikken toneel aanzien. En met Gods genade en Gods geest kunnen wij zien wat er gebeurt. Dat moet u meenemen. U kunt zien dat dit vooral binnen de Chateaukemene kerken zich zal gaan afspelen. Bladzijde 399, eerste alinea van boven. Jezus zag een ogenblik toneel aan. Het bedende slachtoffer in haar schande. De hardvochtige uitziende hoogwaardigheidsbekleders verstoken zelfs van elk mens lievendheid. Ze hadden totaal geen menslievendheid meer. Zijn geest van vlekkeloze reinheid schrok terug voor dit schouwspel. Uw geest moet terugschrikken voor dat schouwspel. Hoe mensen nu met mensen omgaan. Leiders van kerken met mensen omgaan. Hij wist, en u weet, met welke bedoeling dit geval tot hem was gebracht. Wij weten namelijk dat er luide roep komt. Hij las het hart en kende het karakter en de levensgeschiedenis van iedereen in zijn nabijheid. Deze mensen, die zich opwierpen als beschermers van het recht, de leiders dus, hadden zelf hoor eens. Goed, had er zelf een slachtoffer tot zonde gebracht om een strik voor Jezus te kunnen spannen. Wat lezen wij daar? Hoort u het wel goed? De leiders die zich zo opwierpen als beschermers van het recht en van het mensdom, hadden zelf een slachtoffer tot zonde gebracht om een strik voor Jezus, om een strik voor u te kunnen spannen. Dat gaat u meemaken in de eindtijdgeschiedenis. Ze spannen nu een strik. Ik kan u vertellen, dat is mij veelvuldig overkomen. Ik heb de vorige eredienst u verteld, dat is mij overkomen toen ik nog maar net in Adventkerk was. En nu nog veel vaker. Dat wil ik u nu daaraan toevoegen. Ze willen u en mij een strik spannen. Die ze zelf hebben bedacht. Onvoorstelbaar. Zonder blijk te geven dat hij hun vraag gehoord had, boog hij zich neer. En terwijl hij zijn ogen op de grond richtte, begon hij in het stof te schrijven. Wat kunnen wij een hoop in het stof schrijven? Wat zou ik een hoop namen op kunnen noemen? Maar de omstanders lazen het niet. Maar de leiders, die weten heel goed wat ze hebben gedaan.
ongeduldig over zijn uitstel en zijn ogenschijnlijke onverschilligheid, kwamen de aanklagers naderbij en brachten de zaken dringend onder zijn aandacht. Nogmaals weer. Ik denk wel, sommige mensen doen net of zij zo'n nozel. Ze kunnen niet meer in hun eigen hart kijken. Tegen de boodschap met de boodschapper. Ze doen precies hetzelfde wat deze rabbi's ook deden. Ook in de zevende dagsadventiste kerk. Nu en ook in de Sjatukumene kerken straks. U bent gewaarschuwd, eldeurwerkers. Ongeduldig worden de mensen zelfs dan over zijn uitstel, over uw en mijn uitstel. Want ze willen u verlokken tot twist en vitterijen. Over zijn uitstel, uitsteltijd, deltatijd, zo belangrijk, hou hem in acht. En zijn ogenschijnlijke onverschilligheid kwamen de aanklagers naderbij en brachten de zaak dringend onder zijn aandacht. Want ze wilden niets van hem. Maar toen hun ogen, die de blikken van Jezus volgden, de grond bij zijn voeten zagen, veranderde hun gelaat. Daar voor hen stonden de misdadige geheimen van hun eigen leven neergeschreven. Konden deze leiders, verre leiders, hun eigen hart maar eens lezen in het zand, in de modder. De mensen die toekeken zagen de plotselinge verandering van hun gelaatsuitdrukking en drongen naar voren om te ontdekken wat het was waar zij met zoveel verbazing en schaamte naar keken. Ondanks al hun verklaringen van eerbied tegenover de wet sloegen deze rabbies door de beschuldigingen tegen de vrouw, de Sjatukumene kerken, in te brengen, geen acht op de bepalingen van de wet. Het was de plicht van de echtgenoot om iets tegen haar te ondernemen. En de schuldige partijen moesten op gelijke wijze gestraft worden. Het optreden van aanklagers was volkomen ongeoorloofd, wat die leiders deden. Jezus kwam ze tegemoet op hun eigen terrein. Ik kan u vertellen, ik kom ze ook tegemoet op hun eigen terrein. De leiders binnen de zevende dagsadventiste kerk, de leiders van de nieuwe wereldorde, kunnen niet opnieuw profiteren. Omdat hun harten zo besmet zijn in alles wat ze hebben gedaan. En daar komen de Nicodemus nog uit. Let op. Jezus kwam ze tegemoet op hun eigen terrein. De wet schreef voor dat bij de straf door steniging de getuigen van het geval de eerste steen moesten werpen. Die mogen ze dan ook naar u en naar mij werpen. En ik kan u vertellen, dat zijn sommigen die dat gaan doen. Die gaan u en mij verraden. Bladzijde 522. Grote conflict. Terwijl hij nu open stond en zijn ogen richtte op de samenzwerende oudsten, zei Jezus: wie van u zonder zonde is, werpen het eerste een steen naar haar. En terwijl hij zich boog, ging hij voort op de grond te schrijven. Hij had de door Mozes gegeven wet niet terzijde gesteld, nog inbreuk gedaan op het gezag van Rome. De aanklagers waren verslagen. Nu was hun mantel van voorgewende schijn heiligheid, zet ik dan neer, heiligheid, van hen afgescheurd. En zij stonden daar schuldig en veroordeeld in de tegenwoordigheid van de oneindige reinheid. Zij beefden uit vrees dat de verborgen ongerechtigheid van hun leven openbaar gemaakt zou worden aan de leden van de zevende dagsadventistenkerk en van de leden van de Sjatukumene kerk, protestanten, evangelischen, je mag ze allemaal opnoemen, ook de katholieke kerk, openbaar gemaakt zouden worden aan dus die schaar. En één voor één slopen ze weg met gebogen hoofden en neergeslagen ogen. En lieten hun slachtoffer achter bij de barmhartige heiland. En wat deden ze later?
Zo verhard waren ze. Zuster White schrijft verderop. Al was honderdvoudig de Heilige Geest uitgestort over Caiaphas. Hij wilde niet veranderen. Ze hebben hem met z'n allen alsnog gekruisigd. Alsnog. En als u dan nogmaals naar schreden naar Christus toe gaat, waar we gestopt zijn, bladzijde 36, het beleiden verschilt hoe belangrijk dat is. Deze mensen kunnen nog gered worden. Als ze dit gaan zien in schuldbelijdenis doen. Want de Heilige Geest gaat aan hun harten werken. In het midden van bladzijde 36, waar we gebleven zijn. Dus wie dus zijn zonde beleid en nalaat, ontvangt genade van God. De apostel zegt, beleid daarom elkander uw zonden en bid voor elkaar. Blijf bidden voor de leiders van de kerk. Doe ik elke dag. Opdat gij genezing ontvangt. Beken uw zonden aan God, leiders. En degene die verleiders zijn geworden. De enige met hoofdletter die ze kan vergeven. En beken uw fouten aan elkaar. Hoort u het? Dan bent u een Nicodemus. Als u iets misdaan hebt tegenover uw vriend of buurman, moet u uw fout bekennen. En dan is het zijn plicht u te vergeven. Het is mijn plicht om die leiders te vergeven. Het is uw plicht, broeders en zusters. Vanuit de Adventgemeente, vanuit de Sjaardekumenekerken, LDU-werkers, om die leiders te vergeven, mits zij hun fouten hebben bekend. En dan is het zijn plicht u te vergeven. Dat hebben we goed beseft met z'n allen. Dan moet u God om vergeving vragen. Want degene die u verwond hebt, is Gods eigendom. En door hem te kwetsen, zo meer als genoeg, hebt u gezondigd tegen zijn schepper en verlosser. De zaak wordt gebracht voor de enige ware middelaar, onze grote hoge priester. En niet de nieuwe wereldleider, de valse hoge priester, de paus. Die in alle dingen op gelijke wijze is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Die kan meevoelen met onze zwakheden. En die kan ons reinigen van elke zonde smet. Alleen die ene, als u tegen de Heilige Geest ageert. En die verwerpt, net zoals Caiaphas, ook een leider. Wie zich niet voor God heeft vernederd en niet zijn schuld heeft erkend, heeft aan de eerste voorwaarde om aanvaard te worden niet voldaan. Als we dat er al, waar we nooit spijt van zullen krijgen, nog niet hebben ervaren, leiders van de kerk, leden in de kerk die het nieuwe licht hebben verworpen. En als we nog niet met oprechte eerlijke nederigheid, en met een gebroken geest, een gebroken hart en een gebroken geest, onze zonden hebben beleden, vol afschuw over het kwaad dat we deden, hebben we nooit echt verlangt naar vergeving van onze zonden. En als we daar nooit naar hebben verlangd, hebben we nog nooit Gods vrede gevonden. De drie groepen in Matteüs 13. De enige reden waarom onze zonden uit het verleden nog niet vergeven zijn, is dat we niet bereid zijn onszelf te vernederen en te voldoen aan de voorwaarden die we vinden in het woord der waarheid. Gerechtigheid door geloof. Er worden over deze zaak duidelijke aanwijzingen gegeven. Een echte belijdenis is altijd specifiek, staat er onderaan, onstalinia. Dat wil zeggen, noemt de zonde bij naam. De zonden kunnen van die aard zijn dat ze alleen voor God gebracht moeten worden. Maar er kunnen ook verkeerde daden zijn die aan mensen moeten worden beleden. Die erdoor zijn gekwetst. Of ze kunnen van die aard zijn dat ze in het openbaar moeten worden beleden. Leiders, als u openbaar hebt gezondigd tegen het nieuwe licht. Maar elke belijdenis moet scherp omlijnd zijn. En de zonde die u begaan hebt, moet u met name noemen. Onvoorstelbaar. Dit is echt schrik. Voor wie? Voor de leiders in de kerk. Voor die mensen die het nieuwe licht hebben afgewezen. Die niet opnieuw kunnen profiteren vanuit
Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes dit nieuwe licht niet willen horen. Die ook niet opnieuw willen profiteren. Openbaring 10 vers 7. Die verborgenheden niet willen zien. En dan gaan we naar bladzijde 401. Jezus de wensdriel. Want wat voor mensen zijn dat geworden? De mensen bovenin. Haten de zondaar. Ze haten zelfs nieuw licht. Wat zo van de troon van God op deze aarde neerdaalt. De mensen, de leiders, haten de zondaar. Terwijl zij de zonde liefhebben. Of u nu een leider, een predikant, of een dominee bent, of een priester in de kerk, maakt niet uit. Of u een van de leden bent in de Zevende-dags Adventistenkerk, of in de Sjata Ukemenenkerk, maakt niet uit. Als u in deze mode zit, hebt u een gigantisch probleem. En dan kunt u wel zeggen, ja, wij gaan toch heel liefdevol met elkaar om. Maar als u het woord niet wilt uitdragen, dan mist u alles. De mensen haten de zondaar, terwijl zij de zonde liefhebben. Christus haat de zonde, maar heeft de zondaar lief. Dit zal de geest zijn van allen. Wilt u de luider opbrengen? Wilt u in eeuwigheid komen? Dan zal dit de geest zijn van allen die hem volgen. Christelijke liefde is traag in het oordelen. Maar, waar is het snel in? Maar neemt snel berouw waar. Is bereid te vergeven, te bemoedigen. De afgedwaalde terecht te helpen op het pad der heiligheid. En zijn voeten hierop te schragen. Wat zou ik graag, lieve broeders en zusters. Die oprechte broeders en zusters. Die in onwetendheid hebben gehandeld, willen helpen. Ook de mensen die gelogen hebben, bedrogen hebben, achterklap hebben gedaan, gestolen hebben van zijn boodschap, op wat voor manier ook maar. Wat zou ik ze graag willen vergeven, als ze maar in alle liefde naar Jezus toe gingen. En zeggen, Heer, Heer, ik heb verkeerd gedaan. Niet eens voor mij, maar naar de Heere zelf. Hoe ze het licht, de boodschap en de boodschap vertrapt hebben. Want zo erg is de situatie. Zo erg is de situatie. Want ze gaan u en mij straks ook vertrappen. Dan hebben ze bij mij veelvuldig gedaan. Dan gaan ze bij u ook doen. Maar weet dat Jezus Christus voor u en mij borg staat. Echt totaal borg staat. Dat ze u niets meer kunnen doen. Maar u moet medelijden hebben met die vrouw. Zoals Jezus Christus medelijden had met die vrouw. Met de Sjata Ukemenenkerk. Met de vrouw. De Zevende-dags Adventistenkerk. En daar heb ik medelijden mee in alles wat ik nu binnen de kerken zie gebeuren. Ook met de leiders van al die kerken. En als u dat in uw hart hebt. Dan inderdaad. Kunt u wel eens schreien wat we gezongen hebben over de situatie die heeft plaatsgevonden in onze tijd. Maar weet dat die tranen in een fles bewaard worden in de hemel. Als u daarom schrijft. Want u mag straks samen met Jezus die luid roep brengen. De oprechte kinderen van Jezus Christus nog roepen. Het zij. Uw broeders en zusters in de Adventgemeente of het zij in de Protestantse kerk. Is dat niet geweldig? Is dat niet een geschenk van God om in het eeuwige verbond te komen? Amen. We willen terug naar die mooie psalm. Psalm 50. En nu het derde vers daarvan. De hemelen zijn getuigen van zijn recht met hoofdletter. Want God is zelf de rechter die het beslecht. Jezus Christus is de rechter ook voor de leiders. Dat bent u niet. Laten we samen Psalm 50 vers 3 zingen. Thank you.
Er is niets onbekend bij God. God weet alles en God is onze geweldige rechter. Maar goed dat Hij onze rechter is. En niet wij. Want wij maken vele fouten. Dus pas op met oordelen. Dat wil ik daar ook mee zeggen. Laten wij de Heere zoeken in gebed. Dat we voor Hem in alle ootmoed weer komen. Ook deze week weer in mogen gaan. En meer studie mogen doen. Om anderen te helpen. Daar is het om begonnen. Wilt u samen met mij de Heere zoeken in gebed? Lieve goede getrouwe God de Vader. Lieve Heer Jezus. Dank u wel dat u ons weer zoveel hebt geleerd. We leren heel goed dat hoe sluw mensen zijn. We leren heel goed wie wij niet moeten en willen zijn. We moeten heel dicht bij u blijven. Dat leren we ook. En we moeten ook de uitsteltijd heel goed in acht nemen. Anders gaan wij brokken maken. Heere, wees langmoedig naar de leiders van de kerk. Alstublieft. Dat ze gaan beseffen en begrijpen waar ze mee bezig zijn geweest. Dat ze daarmee stoppen. Dat ze mogen ingaan zien dat ze mee kunnen helpen de luide roep te brengen. Door opnieuw te profiteren. Door uw oprechte kinderen in al die Sjatukemenekerken nog te roepen. En zelfs nog binnen de Adventgemeente. We bidden daarom of u ons zo wilt sterken deze week. Dat we op deze manier in alle nederigheid en langmoedigheid uw oprechte kinderen nog mogen roepen. Geef ons de kracht. Geef ons de inzichten. En wees genadig met ons. En dat bent u. Dank u wel daarvoor. Daarom bidden we ook alles, lieve Vader in de hemel. En de Heer Jezus, zijn geliefdevolle naam. En uit vergeving van onze fouten en gebreken. Amen. Ja, als we zo het woord van God mogen begrijpen en ernaar gaan leven, dan krijgen we een geweldig mooi leven. Wij willen met z'n allen Psalm 50 zingen. En dat is in dit geval vers 6. Roept in den nood tot mij, met hoofdletters, uw God en Heer. Dan help ik u en gij geeft God de Heer. Ook voor de leiders, ook voor ons. Daar draait alles om. Maar eerst gaan we de inzameling houden. En daarbij kunt u ook naar orgelmuziek. Laten we samen gaan staan en ook staan blijven om het laatste lied te zingen van Psalm 50. Roept in de nood tot mij. Dat is voor ons allemaal bedoeld. Laten we dat met blijdschap in ons hart zingen.
Ja, wij kunnen alleen maar roemen in onze geliefde Heer Jezus Christus. En niemand anders. Laten we met z'n allen in alle ootmoed en nederigheid voor God staan om zegen te ontvangen. Zo belangrijk dat we tot zegen mogen zijn. Mijn verzoek is daarom ook of u de hoofden wilt buigen om de zegen van God te ontvangen. Laten we samen daarom de hoofden buigen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.